Ik wil je complimenteren met een hele goede wedstrijd van jouw team, ondanks dat je met 3-0 hebt verloren. Nou, dat heb ik niet gezien. Nee, ik vond dat we slecht gespeeld hebben. We hebben slecht geserveerd, slecht gepaast. Aanval was onder de maat. Nee, dat was een dikke onvoldoende. Jullie maken meer foutjes dan de tegenstander, want de tegenstander kon je daar bijna niet op betrappen. Ja, maar dat heeft dus met ons te maken dat we te weinig servedruk hebben en dat onze paas niet goed is. En als die twee dingen in het vrouwenvolleybal onvoldoende zijn, dan speel je slecht en dan krijg je zulke wedstrijden. Maar ja, toch in het begin van de eerste en de tweede set ga je ontzettend goed mee. En dan ja, op het einde van die set, dan ga je eigenlijk pas in de fout. Ja, maar dan is het ook wel redelijk belangrijk. Hè? Want het is net een paard op een renbaan. Je kunt de hele tijd voorliggen, maar het gaat om dat je bij de finish voorligt. En toen waren we nog niet in de buurt van de finish. En als je dan de derde set bekijkt, hè, dan denk je van nou, dat laten ze lopen. Want het verschil is op een gegeven moment 6 punten. Maar dan kom je toch weer terug tot 17-17. En dan, dat bedoel ik dus met het compliment aan jouw ploeg. Ja, daar ben ik ook dankbaar voor, maar ik heb dat niet gezien. Ik heb niet gezien dat we goed gespeeld hebben, dat we een compliment verdienen. Ik vind dat we veel beter kunnen en veel beter moeten. Wat ga je eraan doen voor de wedstrijd volgende week in Tsjechië? Daar ga ik over nadenken. Dus dat betekent dat je nog puzzelen moet? Nou, puzzelen. We moeten kijken hoe we weer in het juiste ritme kunnen komen. Hoe we de dingen die we kunnen op de mat brengen, op de vloer brengen. En dat hebben we niet gedaan, dus daar moet hard aan gewerkt worden door het team. Bedoel je dat je het niveau wat je in competitiewedstrijden toch langere tijd vast hebt gehouden, weer wilt proberen naar boven te krijgen? Ja, maar stel als tegen Sliedrecht, dat is ook een sterk team, zijn we ook kansloos. Dus we zijn slecht tegen sterke teams die iets sterker zijn dan wij. Tegen gelijkwaardige teams komen we met onze service wel weg. Maar nu komen we onder druk te staan en hebben we het heel erg moeilijk. En dat is echt iets waar ik me zorgen om maak. Daphne Knijf, ik heb net met de trainer gesproken. En die vond het geen goede wedstrijd, maar ik ben het niet met hem eens. Nou, we hebben betere wedstrijden gespeeld. Vooral serveren lieten het een beetje liggen, waardoor hun heel sterk konden spelen. En wij voorspelbaar moesten spelen, maar we hebben zeker geen slechte wedstrijd gespeeld. Nee, ik vond vooral die eerste 2-6 deden jullie fantastisch mee. Alleen op het einde van de set laat je het dan even lopen. Dan is die kracht er niet meer? Nou, ik denk niet dat het per se met kracht te maken heeft, maar dat we dan geen fouten meer willen maken. Maar juist doordat we geen fouten willen maken, wel fouten maken, omdat we met minder lef gaan spelen. Wat vond je van de tegenstander? Ik vond een goede tegenstander. Ze hebben veel hoogte. Ze zijn snel. Die libero heeft echt heel veel ballen. Maar ik denk zeker dat we in Tsjechië wat terug kunnen doen. Want het is niet onmogelijk om van hun te winnen. Volgende week woensdag moeten we er weer staan. Nou, we hebben nog 7 dagen om ons voor te bereiden. We hebben nu tegen ze gespeeld. Voor deze wedstrijd hadden we geen goed beeld vast. En nu hebben we dat wel. En ik hoop dat we dat gewoon goed gaan gebruiken. En volgende week woensdag gaan knallen in Tsjechië.